De gemeenschappelijke passie van de volgende vader en zoon is de wielersport. En ook ondernemen zit ze allebei in de genen. De vader was gangmaker op de wielerbaan, was een groot horecaondernemer in deze stad. En de zoon bouwde met zijn vrouw, meervoudig Olympisch kampioen Leontien van Moorsel, een prachtig bedrijf op. En is wedstrijdleider bij de Zesdaagse. Uw applaus voor Joop en Michael Zeilaert, dames en heren. Ja, kom lekker zitten Joop, dat gaat... Niet zo soepel als op die Danny vroeger, maar het gesprek gaat goed verlopen, weet ik zeker. Ga lekker zitten. Ja, de vader van het volgende duo is een groot Feyenoord-icoon, dames en heren. We waren onlangs een drietal keer in het oude Luxor om te praten over 110 jaar Feyenoord. En toen zei ik letterlijk, het past niet bij zijn karakter om in de schijnwerpers te staan. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Hij maakte deel uit van de teams in 1970 en 1974, die de Europa Cup 1, de UEFA Cup en de Wereldbeker wonnen. Speelde twee WK-finales. Ik ga hem maar even alleen naar voren halen. Uw applaus voor Wim Jansen, dames en heren. Een groot icoon. Mooi dat u hier bent. Zijn zoon en naamgenoot kon ook redelijk voetballen, maar wel op een ander niveau, moeten we gewoon in alle eerlijkheid vaststellen. Maar bouwt aan een prachtig bedrijf met Embus, organiseert hij arrangementen naar evenementen. Samen hebben we die mooie theatershows gedaan. Hier is Wim Jansen junior. Ja mannen, daar zitten we dan. Laat ik met jou beginnen. Joop, je komt niet heel soepel naar voren. Ik ga wel aardig voor je zijn in het gesprek, maar wat is er medisch aan de hand? Ik ben geopereerd aan mijn rug. Oké. En ja, dat duurde. Ik zeg, ja, ik heb nog pijn. Ik ben in Duitsland geopereerd. Oké. En toen zei hij, ja, dat is normaal, een man van 75 of een man van 25, dat heeft wat meer tijd nodig. Mm-hmm. Dus af en toe loop ik met een stok. Mm-hmm. Maar af en toe kan ik ook een beetje alleen lopen. Ja. Ben je veel in Spanje nog? Je bent net terug, geloof ik, hè? Ik ben gisteren teruggekomen. Speciaal voor dit evenement, hè? Speciaal voor het evenement. Ja. En voor jou. Ja, dat is echt waar, hoor. Mensen geloven het niet. Maar in Spanje heb je een huis. Ben je daar nog actief of ben je gewoon lekker aan het genieten? Nee, ik ben er aan het genieten. We zitten daar toch wel 8 maanden per jaar. Jij bent, in tegenstelling tot wat Piet net zegt, wel helemaal teruggetrokken uit. Tenminste, jij werkt niet meer. Nee, ik ben al 10 jaar werk ik niet meer. Hoe is dat voor jou? Nou, ik heb een hobby met het, overal met het fietsen. En in de wintermaanden zijn in Spanje natuurlijk al die grote ploegen. Mm-hmm. En die jongens die achter mij gereden hebben, die zijn nu ook ploegleider. Dus dan ga ik s'avonds naar de hotels. Kijk. En dan drinken we een wijntje. En dan... Is nou lachen, Joop? 1 of 2. Ja, het is nou 3. En dan, dan ben ik weer terug op het appartement. En, mooi. Dan heb ik het naar mijn zin. Michael, is jouw vader een andere vader geworden sinds hij inderdaad met pensioen is? Een weg is uit een drukke leven met de bekende restaurants die we allemaal kennen in deze stad, de Gouden Snor, Kaap Mossel. Nee, ik denk niet. We zien hem natuurlijk wel wat minder, want hij zit vaak in Spanje. Mm-hmm. Dus als, het, als we genoeg hebben, dan zeggen we, joh, het FaceTime, dan komt een soort ruispa. Je moet even morgen weer terugbellen. Ja. En, maar voor, nee, voor de rest is hij nog dezelfde vader. Maar het is wel, ja, hij roept altijd, ik moet helemaal niks meer, roept hij dan. Als we zeggen, pa, je moet even. Ik moet helemaal niks meer. Nee. En dat merk je, dat hij nou gewoon heel relaxed is. De wielenploeg, de evenementen met je vrouw Leontien, de wedstrijdleider bij de Zesdaagse. Praten jullie veel of vakinhoudelijk? Win je advies in bij hem? Ja, nee, hij is natuurlijk zeer geïnteresseerd. En het is natuurlijk, kijk, wat heel erg leuk is, is dat zeg maar, de wielersport is bij mij natuurlijk met de paplepel ingegoten. Mm-hmm. Ik mocht als een klein mannetje altijd mee naar Ahoy als pa, zeg maar, Ahoy op zondag en de Zesdaagse reed. En dat was nou, een van zijn... van zijn mensen waar hij heel veel mee werkte, Peter Post. En zo. Dus al die verhalen die ken ik van toen, dat is ook mijn jeugd. Het is wel heel mooi dat hij nu nog meemaakt dat ik daar nu sta en ja, dat ik ook mijn eigen wielenploeg heb. Dus ja, het is logisch dat hij natuurlijk altijd van alles wil horen en hoe het eraan toe gaat. Hoe is jullie contact, Wim, junior? Heel goed. Ja? Ja. Praat jullie over jouw vak, jouw bedrijf, zaken die je ja, doet? Ja, toch wel. Alleen het is natuurlijk een andere invalshoek, omdat hij vanuit de sport zeg maar zelf groot is geworden en wij naar de sport gaan. Dus het is wel leuk om die raakvlakken eruit te halen. Mm-hmm. En dat, ja, dat is altijd prettig om te sparren natuurlijk. Lijken jullie qua karakter op elkaar trouwens? Zeker. Ja. Laat ik dan senior vragen. Lijkt de jonge Wim op u qua karaktereigenschappen? Ik denk het wel, ja. Ja? Ja. En welke eigenschappen dan met name? Zijn doorzettingsvermogen denk ik dat heel belangrijk is. U zei het net al in de aankondigingen, 2 WK-finales gespeeld, deel uitgemaakt van het grote Feyenoord van de jaren 70. Bent u iemand, u bent echt
het prototype van een nuchter Rotterdammer uit het Oude Noorden. Maar bent u vaak trots op wat u allemaal gedaan en meegemaakt heeft? Ja, natuurlijk ben je daar trots op. Want daar heb je alles voor gedaan. En, als voetballer streef je maar één ding na en dat is zoveel mogelijk prijzen winnen. Dan moet u zich vaak ergeren tegenwoordig, denk ik, als u hier bent of niet. We gaan er niet te lang over praten. Maar... Af en toe, ja. Maar is dat lastig, als je zelf zo goed bent geweest, dat je dan toch ook moet accepteren dat anderen minder zijn? Nee, het is wat je zegt, je moet accepteren dat anderen minder zijn. Dat is, zo werkt het nou eenmaal. Had jij de ambitie om een voetballer te worden, Wim? Zeker. Ja? Net als alle 15 miljoen jongetjes of mensen die de top willen bereiken. Maar ik kwam al vrij snel kwam ik tot de conclusie dat ik dat het zeg maar een generatie heeft overgeslagen. Ja, ja. Het is een mooie conclusie dit. Het voordeel daarvan wel is dat ik er ook nooit heel dicht tegenaan heb gezeten. Want het leek mij uiteindelijk nog frustrerender dat je dan net tegen de tweede aan zit of net wel, net niet. Bij mij was het in ieder geval vrij snel duidelijk dat ik iets anders moest gaan zoeken. Had u het graag gewild? Ja, het was wel leuk geweest. Maar ik denk dat ik snel door had wat er aan de hand was. Want, ja. De eerste wedstrijd dat ik ging kijken, en toen zei ik tegen mijn vrouw, hij moet er ontzettend veel plezier in hebben. In mijn Mooi is dat, zeg. Ja. Ja. Maar dat karakter herkent u dus wel bij hem? Ja, dat karakter komt wel boven. Nou, laten we nog, we hebben pas die theatershows gedaan. Ik vond het echt de mooiste dingen die ik ooit als presentator heb mogen doen. 3 keer een uitverkocht Oud Luxor, 3 keer praten over de grote successen van Feyenoord. Dat ging toen over de jaren 70. En hier ook mensen in de zaal die dat nog hebben meegemaakt, een aantal ook niet. Even terug naar die tijd. Happel was de trainer, een mythe, legendarisch figuur geworden. Ja. Er werd gezegd dat hij amper communiceerde met spelers. Hoe was de man in het echt naar jullie toen, in die tijd? Nou, zo was hij ook. Hij communiceerde weinig met je. Maar hij gedroeg zich zo dat je vanzelf zelfvertrouwen kreeg van hem. Hoe deed je dat dan? Ja, door zeg maar de dingen heel kort te vertellen. Er zijn trainers die hebben een uur nodig om een bespreking te hebben. Nou, dat was er bij hem niet bij. Ja, want er is een voorbeeld dat jullie tegen AC Milan speelden in dat jaar dat je de Europa Cup won en dat u een bepaalde opdracht van hem kreeg. Hè? Ja, dat was leuk. We moesten AC Milan uitspelen en ik moest iemand uitschakelen, Rivera. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Hij zegt Rivera vandaag en hij liep zo door. Ja, dat was de tactische bespreking. Ja. Welke duidelijk. Ja. Heb jij iets van die carrière meegekregen, Wim? Ja, maar heel erg aan het einde natuurlijk. Ja. Ik heb meer van zijn trainerscarrière meegekregen dan van zijn spelerscarrière. Ja. Maar wat heb je nog wel meegekregen van die spelerscarrière? Wat ik me vooral kan herinneren was een AD-toernooi, heel gek genoeg. Oké. Okay. Ja. Want ik ben van 71, hij is gestopt in 80. Dus ja, ik was ook natuurlijk een kleine jongen. Mm-hmm. Ik kan me van de WK-finale 78 bijvoorbeeld ook bijna niks herinneren. Nee. Nog weer wel heel raar, dat is hoe raar hoe dat werkt. Maar ik weet nog wel dat we tegen Peru moesten. Oké. Okay. Gek genoeg met de WK-78. Maar die finale ben ik een soort kwijt. Hey, dat is ook wel bijzonder in de sport, hè, meneer Jansen, senior. Van, heeft u nou voor uw gevoel 2 keer een geweldige WK-finale gespeeld en 2 keer heel trots zilver gepakt? Of heeft u 2 keer goud verloren? Hoe staat u daar zelf in? Nou, zoals ik het zie, dan hebben we 2 keer zilver gehaald. Oké. Okay. Ja. Kijk, in voetbal is het zo dat er zijn wedstrijden, daar moet je je op instellen. Er zijn wedstrijden die kan je niet winnen en er zijn wedstrijden die kan je niet verliezen. En zo gaat het altijd door. En ja, op dat moment hebben we de wedstrijden niet gewonnen, om het zo maar netjes te zeggen. Nee, maar in Argentinië konden jullie niet winnen? Ja, er zijn wedstrijden die kan je gewoon niet winnen. Dat is hoe de wedstrijd loopt. Voetbal is zo onvoorspelbaar dat is ook het mooie van voetbal, om je zeg maar als speler erop voor te bereiden. Je moet je echt op voorbereiden om het onvoorspelbare. Ja, maar toch krijgt dat team dat in 1974 in West-Duitsland speelde toen nog, krijgt alle lof nog steeds, hè, dat jullie het voetbal echt veranderd hebben. Wisten jullie dat jullie iets bijzonders aan het doen waren toen, met elkaar, die generatie? Ja, daarna wordt het wel duidelijk dat de generatie, en ik denk dat dat ook al wel eerder was, voor 1974, maar dat in 1974 het werkelijk boven kan drijven welke kwaliteiten we hadden in die tijd. Mike Oort ging het met de voorgaande 4 heren op deze bank over ambities in een gezin, in een familie. Hè? Jouw vrouw, meervoudig Olympisch kampioene, je vader,
als horecaondernemer goed gedaan, als Danny-coureur onverslaanbaar. Ja. Zit het in jou ook ingebakken om per se dingen goed te willen doen? Nou ja, bij ons in de familie zijn er heel veel plakboeken, zeg maar, met al die titels van mijn vrouw van Leontien. En dan kom je helemaal aan het eind, heb je één klein plakboekje, die is voor mij. Ja. Ja, dan zijn mensen er wel klaar met mijn foto's te kijken, heel klein plakboekje. Dat ze dat willen zien. Nee, ja, weet je, kijk, ik ben geen heel groot wielrenner geweest, maar ik heb wel de ervaring die ik daar heb opgedaan, die gebruik ik elke dag nog, dat is één. Want in het wielrennen vind ik wel dat je moet weten wat het is om met je bek open, zeg maar, op de kant te zitten en eraf worden gereden. Dat is de basis van het wielrennen. Maar ik kijk voornamelijk terug op dat ik een hele mooie jeugd heb gehad. Met pa de hele heel Europa rond mogen reizen om alle zesdaagse te mogen doen. Met hem moeten trainen overal. Moeten trainen. Dus, ja. Daar hebben we natuurlijk hilarische momenten meegemaakt. Vertel eens. Nou ja, hij was sowieso altijd heel hard voor me. Maar we hadden een rondje dat ging over Schoonhoven, 80 kilometer. En daar reed je, als we voor de wind hadden, hadden we een Zundapp, wat we helemaal op laten voeren. En dat was helemaal zo'n spakbord waar ik tegenaan kon rijden. En als we voor de wind hadden, dan kon dat ding 80. En dan kwam de stadsbus en dan zag ik hem al kijken, had hij in zijn spiegeltje gezien. En dan ging hij vol gas rijden, vond hij leuk dat dan die stadsbus er bijna, zeg maar, zo naast reed. Dat al die mensen kijken dus. Maar één keer heb ik hem zo te pakken gehad. Hij gaf natuurlijk altijd vol gas. En op een gegeven moment regent het en we rijden ergens bij Boerden, een beetje achteraan. En er waren allemaal tractors langs geweest, overal een beetje modder. En ik zie... Gier. Ja, gier. Dus ik zie dat hij gewoon zit te dromen. Als je urenlang die brommer zit en een renner zit erachter. En op een gegeven moment denk ik, joh, we moeten daar linksaf. Ik hoop wel dat hij het gezien hebt. Dus ik hou eigenlijk al in en ik zie hem ineens schrikken. Oh shit, die aap die moet nog weg. Dus hij gaat eerst met zijn hand vallen, zoals hij vroeger in de hooi ook altijd deed. Maar dan zei hij zo, maar tegen mij deed hij dit. En ik zie hem, hij ziet dat ik veilig ben, ik zie hem dit maken. Kan de bocht nooit maken. Hij valt om, gaat op zijn buik. Was iets groter buikje nog dan dit nu is. Hij gaat zo, denk ik, een metertje of 10 zo door die slijk heen. Door die strom. Dus ik rijd naar hem toe. Ik denk, ach jee, dat hij maar niks hebt. Dus hij rolt een beetje zo om, helemaal onder de strom. Ja. Dus ik zag dat hij leefde. Dus ik heb van Boerden terug naar huis zitten lachen. Ja. Al die schooljeugd, allemaal kijken, wat is er met die man aan de hand? Over fanatisme, hè? Ik sta meer met sporters op een podium. En een verhaal van Krajicek ga ik nooit meer vergeten. Die ging regelmatig met zijn vader naar toernooien. En de meeste won, de jonge Richard Krajicek. Maar als hij wel eens verloor, dan ging zijn vader in de auto naar huis, raampje open. En Richard moest joggend naast die auto mee naar huis. Die mocht dan niet meerijden, moest vanuit Wassenaar een kilometer of 14 hardlopen naast die auto. Want dan was die vader gewoon echt boos. Dat had hij bij mij beter wel kunnen doen, nog beter gaan fietsen waarschijnlijk. Maar was het zo fanatiek, of is dat ondenkbaar? Ik was erg fanatiek. En dan ging ik met hem mee. Hadden we een Mercedes met een grijs kenteken. Dan moest hij alleen mooier met z'n tweeën zitten. En achterin had je geen bank, dus hij moest, als de politiewagen was, vlak gaan leggen op die bodem natuurlijk. En we moesten, hij zat in de militaire ploeg. En ik zei altijd, parcourskennis, dat is belangrijk. Hè? Ze starten op een hele brede weg. En na 5 kilometer wordt het zo smal. En als je dan achter de staat, kom je nooit meer van voren. Dus hij zat in de militaire ploeg en zijn grote baas was Relus de Beek. Maar zijn commandant, dus op een gegeven moment had ik die op de Alpe d'Huez ontmoet, die Relus. Want dat was nog humor. Ik dacht dat die Krelus heette. Dus ik zeg tegen Peter Post, waar de worst, kaas, alles in de auto. En Krelus was er ook bij. En alleen maar eten voor de renners was daar in het hotel. Dus ik zeg, ik heb nog worst en kaas. Hij zei, nou, maar ik bestond steeds maar Nelis of Krelis. En toen zei hij, ja misschien. Dus ik zeg, hey Krelis, moet je ook nog een stukje worst en een stukje kaas? En weet je wel, die worst is top. Hey, godverdikkie zeg. En dus hij staat bij die wedstrijd. En zijn vooraan, hè? Ik stond vooraan. Ja, ik zeg, met je fiets bij de bumper van die auto. Want die rijdt dan voor het peloton en dan, hop, vlag en dan kan je rijden. Dan denk je, Relus de Beek die zei, roepen die Michael Zeiler, is dat de zoon van Joop Zeiler? Dan zei die commandant, ja. Hij zegt, die wil ik even de hand schudden. Dus hij tussen het hele peloton eruit. En wat denk je, ze liet hem niet meer naar die, moest als laatste staan. Maar ik was met de auto met mijn vrouw. Na 15, 20... Weet je nog wat mijn vraag was, Joop, trouwens, of niet? En wat denk je, rijdt je aan het laatste wiel? Ik heb gescholden.
Ja. In de auto. Dat is de realist die later een groot politicus werd. Die realist hebben we het over, of niet? Ja, ja. Ja, die hebben we het over. Kijk, hij had talent, maar geen karakter. Oeh, zo is wel. Is een aardige hij analyse. Hij heeft nog nooit zo kwaad gemaakt. Als hij door een winkelstraat reed, dan keek hij niet op de weg, keek hij in de spiegels. Die ramen van de winkels. Of hij er een beetje leuk bij zat. Of er netjes uitzag. Het maakt niet uit of het hard gaat als het er maar goed uitziet. Hey, heb jij... Ja, daar kom ik zo bij je terug. Ga ik weer even naar jullie. Wim Junior, jij bent bezig met een heel mooi bedrijf. Hoe lang bestaat het nu precies? 23 jaar. Leg nog even uit aan de mensen die niet precies weten wat je doet. Nou, wat makkelijk te zeggen, we hebben twee afdelingen. Eén is verzorgd arrangement en evenementen. Dus gek gezegd, ik hoop dat meneer Kemp de Olympische Spelen haalt in 2020, want dan verkopen wij er een arrangement naartoe. Nee, maar dat is dus gek gezegd alles wat een entreebewijs heeft. Dus van Feyenoordwedstrijden, alles in Ahoy, Ziggo Dome, EK's, WK's, Olympische Spelen. We zijn in Rusland geweest voor het WK voetbal. Mm. Als de dames zich volgende week kwalificeren, zijn we ook weer gemachtigd om daar alle arrangementen voor te verkopen. En aan de andere kant verzorgen we dus zelf events op maat. En dat is vandaag weer een groep naar Rio de Janeiro gegaan. En daar doen we ook allerlei hele mooie events mee. Dus superleuk. Ben je daar met dat bedrijf gedreven om het heel goed te doen? Daar een goed bedrijf van te maken? Ja. Hoe doe je dat? Ja, inderdaad. Door eigenlijk gek gezegd de lat zo hoog te leggen dat je altijd voor een 10 gaat. Mm-hmm. Ik denk ook dat wij misschien wel doordat onze klanten dat willen en ja, kwaliteit staat voorop en de lange termijn staat bij ons altijd voor de korte termijn. Dus je neemt eigenlijk nooit genoegen met minder dan het beste. Dan gaan we zo weer naar je vader, maar je zei die trainingscarrière heb ik wel meegemaakt. Is ja. Er één periode die jou na aan het hart ligt, die je mooi vond om mee te maken? Ah ja, natuurlijk de mooiste periode voor mijzelf was de begin 90 met de ommekeer. Hier bij Feyenoord, ja. 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 Toen de club van alles te maken met dat ik toen... ik heb weinig gespijbeld op school, maar toen had ik nog wel eens, toen was die trainer en toen... was oom Henk Borsten nog. En als wij dan stiekem 2 uurtjes pikten, dan kon ik naar de training kijken. Maar dat was nog in de tijd dat de Kuip nog niet verbouwd was. Dus ik kon eigenlijk direct naar de kleedkamer en oom Henk Bos toe lopen. Mm-hmm. En in die periode had ik wel eens af en toe een lesje uitvallen. En toen dacht ik, nou, ik ga een trainingje mee pikken. Mm-hmm. Het voordeel daarvan was weer omdat je dan in aanraking kwam met al die spelers. Die hele generatie van de Wolf, Heus, Frezer, die kom ik nog steeds geregeld tegen. Ja, was voor mij de allermooiste periode. Wat was u voor een trainer, meneer Jansen? Ik was een praktijktrainer, om het zo maar netjes te zeggen. Ja. Ja. Wat betekent dat? Nou, dat je altijd met je spelers bezig bent en met de wedstrijd. Ja. En ook vooral voetbal inhoudelijk met jongens praat. Ja, je probeert. Kijk, ik heb wat dat betreft veel van Happel geleerd. Ik ben niet zo uitgebreid als iemand anders. Maar ja. Zo min mogelijk de dingen zeggen, maar wel waar het echt om gaat. Mm-hmm. Ik denk dat de spelers dat ook graag hebben. Stond u als trainer overal waar u kwam met 3-0 voor vanwege die imposante carrière? Maakt dat uit voor een trainer? Nou, als je als trainer begint, begin je weer op nul gewoon. Je kan geweldige voetballer zijn geweest, maar op het moment dat je trainer wordt, is alles weer anders. Waarom heeft het goed gedaan? In Celtic hebben de club na jarenlang eindelijk weer kampioen gemaakt daar. Waarom heeft het niet heel lang gedaan? Vond u het niet leuk of was de druk te groot? Of? Nee, ik vond het wel leuk, maar op een gegeven moment kwamen er ook een aantal andere dingen op mijn pad. Ik kon technisch directeur worden op een gegeven moment. Nou, dat heb ik ook gedaan. En ja, vele andere dingen heb ik gedaan. Hoofdjeugdopleiding. Dus, ja. In wezen heb ik bij de club van hier heb ik alles gedaan wat ik kon doen. Ja, 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 een leven zonder die club is niet denkbaar. Wat zeg je? Leven zonder die club is niet denkbaar. Nee, dat kan niet, nee. Nee. Bent u nog steeds deze club heeft mijn leven beheerst. Ja. Ik ben op 10-jarige leeftijd hier begonnen en ik zit er nu nog gezellig bij. Wist u nou? Want die Tyrek, die weet gewoon zeker dat hij het gaat halen. Wist u nou als jonge jongen al van, ik ga in dit vak slagen? Nee, dat weet je nooit van tevoren. Kijk, ik woonde aan de andere kant, dus ik moest iedere dag een uur hier naartoe. Nou, dat wil dus zeggen dat je alles ervoor over hebt om te slagen. En ik had gelukkig heel veel talent in die tijd. Alleen, ja, hoe je talent ook echt waar kan maken naar de top toe, dat is tijd. En daar moet je keihard voor werken. Je moet er niet alleen keihard voor werken,
Maar het gaat ook om creativiteit en genialiteit die je er dan bij moet hebben. Maar dat is makkelijk praten voor iemand die dat heeft. Ja, natuurlijk is dat makkelijk. Is dat ook waarom u zo goed klikte met Johan Cruijff? Dat jullie op een bepaald niveau aan weinig woorden genoeg hadden? Ja, kijk, wij wisten precies van elkaar. We hoefden soms niet eens wat te zeggen tegen elkaar. Nee. Dan wisten we wel hoe het in elkaar zat. Ja. En dat is ook een groot deel van het voetballen, is samenspelen. Ja, en dan moet je elkaar kunnen vertrouwen en je moet weten van de ander wat hij precies wilde van je. In mijn aankondiging heb ik ook in theater gedaan, zei ik over u, het is een man die niet graag in de schijnwerpen staat. Hè? Want die voetballerij is ook een bepaald type wereld, met geld en macht en spelletjes. Is dat iets waar u helemaal niets mee heeft, met al die randverschijnselen? Nou, ik probeer me ook nu nog op het voetbal te richten. En dat heb ik mijn hele leven als voetballer ook gedaan. Ja. Ik heb die sidesteps en alles, dat vond ik niet zo belangrijk in die tijd. Ik wilde alleen maar topvoetballer worden. Klinkt zo makkelijk, hè, Wim Junior, als je iets zo zegt. Ja. Je wilde gewoon topvoetballer worden, ja. Ja. Dat is ook het mooie, maar dat is inderdaad... mijn dochter is paardenmeisje, maar die heeft inderdaad ook die intrinsieke motivatie. En dat is iets dat zit in je. Ja, herken jij in je dochter wat je vader heeft? Nou, de meisje is 9, dus dat is lastig om te zeggen. Maar die intrinsieke motivatie, die hele dag met dat, nou, in dit geval bij haar dan die paarden bezig zijn. Ja, dat herken ik wel, ja. Dat is wel mooi ook om te zien als zij met elkaar praten. Ik weet ook zeker dat hij ook weer dingen van haar herkent. Ik zei net van een eindje van het heeft een generatie overgeslagen. Maar ja, dat denk ik dan wel eens. Maar is dat echt zo, meneer? Die kleindochter, daar is een klik mee, een bijzondere klik. Ja, nee, wat dat betreft hebben we hetzelfde, zeg maar. Zoals zij nu is en hoe gedreven ze is. Ja, dat was ik ook. Hm. Je moest door wind en weer hier een uur naartoe. Maar je ging lachend, want je wilde trainen en je wilde beter worden. En ja, als je hier zeg maar vanuit de tram kwam, dan moest je voor het stadion langslopen naar Varkenoord. En je dacht maar één ding, daar wil ik voetballen. Ja. Dat was het enige waar je... In die kleindochter ziet u diezelfde drijf en passie? Ja, die is ook heel gedreven in de dingen die ze wil doen. En die heeft daar ook ontzettend veel plezier in. En dat had ik ook in het voetballen natuurlijk. Joop, jij hebt ook een kleinkind dat talentvol is, hè? Ja, maar... Dat is voor de mensen die het niet weten. Mijn kleinzoon, Michael, die is straks de jongste prof, volgens mij, van Nederland, 19 jaar. En die zit in de ploeg van Axel Merckx, de zoon van Eddy Merckx, in Amerika. En die rijdt in januari de zesdaagse Rotterdam mee. Oké, wat mooi. Dus wat dat betreft, eigenlijk moeten we van de wiel eten, want anders gaat het over fietsen natuurlijk. Ja. Hè? En dat moet voor jou als wedstrijdleider ook bijzonder zijn, omdat je neefje is dat dan, om die daar dan te zien koersen. Ja, nou ja, als junior heeft hij de Ronde van Vlaanderen al gewonnen. Dus hij wordt wel echt. Ja, hij kan het echt. Hij kan echt goed fietsen. Want anders had ik hem nooit in de diepe gegooid, zeg maar. Want er wordt daar echt serieus gereden. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke leuk en hij verdient het eigenlijk al, want hij heeft de kwaliteit. Dus wat goed is en wat snel komt. Nu het toch bij elkaar zijn, ik heb ook wel eens presentaties met jouw vrouw gedaan, niet heel veel, maar we hebben ook wel eens een keer een verhaal gedaan. En er is altijd één verhaal en ik wil vanavond bij jou checken of het klopt. Zij is viervoudig Olympisch kampioene. Ja. Ja, hè? En ze zegt altijd als we ergens zijn, het hadden er 5 kunnen zijn en door Michael heb ik die 5e titel niet gepakt. Nee, dat... Hij weet gelijk, ja, dat is echt een groot verhaal dit. Nee, man. Hij weet gelijk waar dit over gaat volgens mij. Dat gaat over wereldtitels. Wereldtitels, ja. Ze heeft 9 wereldtitels. Oké. Okay. En als je het dan echt wil weten. Wil het echt weten, Michael. Ze kan er nog bozer worden. Maar op een gegeven moment was het wereldkampioenschap op de baan in Antwerpen. En dat was al nadat ze al die gouden medailles had gewonnen. Maar ze was nog heel gebrand om de puntenkoers daar te winnen. Dus op een gegeven moment, ze rijdt daar. Maar daarvoor was een soort beurs geweest. En wij hadden de reserve fiets daar neergezet. Van joh, dit is de fiets van Leontien. Maar die was ik vergeten op te halen. Ik denk, nou ja, dat gaat wel goed komen. Dus wat gebeurt er? Ze zit op de baan en ze ligt in winnende positie. En ze gaat steeds meer naar beneden. Dus dat zadel staat los. Dus dat zadel... Dat boutje is kapot. Dus ze moet een reserve fiets hebben. Die stond ergens. De beurs. Die stond ergens op de beurs. Dus heb ik snel een fiets van een ander gepakt. Maar ja, dat ging natuurlijk ook niet zo lekker. Nou, dat zijn hele lange kilometers terug naar huis geworden. Ja, ja. Ik heb uiteindelijk mijn vader de schuld gegeven. Dus. Ja. Ja. Maar hoe was dat nou in die auto dan? Onderweg? Ja, die, weet je kent er een beetje. Die, ja. Die was des duivels natuurlijk.
Als je er nou 9 of 10 hebben, zie je nou de zeik. Ja. Maar ik had ook al een paar goede dingen al in het verleden gedaan. Ja, want Joop, heb jij ze ooit zo verhalend meegemaakt als die schoondochter van jou? Nou, ik moet je zeggen, als je een topsporter, vanmorgen ben ik nog koffie bij de wezen drinken, een topsporter, echt, die moet fel en vuur in de lijf hebben. Dat moet geen, dat is eigenlijk geen prettig mens. Dat kaliber. Nee, egocentrisch zijn ook natuurlijk. Dat is verschrikkelijk. Want je kan niet aardig en vriendelijk zijn. Je kan wel leuk onder elkaar naar de wedstrijd gaan. Maar je wilt toch winnen. Ja. Van je collega of wat dan ook. En zij ging over lijken. Ja. Ze had meiden die echt die zulke snottenbel uit de, reden om haar uit de wind te houden. Maar zij wilde winnen. Dus je zit met kerst bij ons, hè? Dat je niet in de war bent. Is dat tussen jullie, want jullie hebben samen een bedrijf, samen allerlei dingen gedaan, en doen nog steeds allerlei dingen. Is dat tussen jullie, is het lastig om met je vrouw samen te werken? Nee, wij hebben zeg maar heel close zeg maar, door haar carrière heen samengewerkt. Ja. En toen ze stopte in 2005, ben ik wel andere dingen gaan doen. Dus daar is ze eigenlijk niet echt bij betrokken. Dus weet je, de wielerploeg nu, daar doet ze niks aan, de zesdaagse niet. Dat is wel leuk, weet je, we hebben zeg maar echt jarenlang hebben we de hele wereld rondgereisd voor haar carrière. En ik had daarnaast nog een aantal dromen. En toen heb ze wel gezegd van, joh, weet je wat, doe dat. En daar sta ik weer achter jou. Dus, wat zijn die dromen? Nou, ik denk dat ik in de wielersport bijna alles heb gedaan wat je kan doen. Van zelf renner geweest, tot op de brommer gereden, tot zesdaagse in besturen gezeten, van de Olympia Tour, noem maar op. Misschien wel een beetje te veel, maar ik had nog één droom. Van, stel voor dat met alle passie en de creativiteit dat wij dameswielrennen hebben gedaan, dat is toch een hele moeilijke tak van sport, hè? Weinig aandacht, weinig geld. Wat gebeurt er nou als we dat bij de mannen proberen? Dus dat hebben we een aantal jaren geleden met Bogert en Breukingen en Van Poppel opgepakt. En de grote droom daarvan, van dat hele jongensboek, is ooit met onze eigen wielerploeg in de Tour de France te starten. Daar zijn we een heel eind mee op weg. En dat is hard werken, maar het is wel heel gaaf om dat met elkaar te doen. Het is heel spannend. Maar praat je dan met elkaar daarover? Ja, tuurlijk, hij weet precies hoe het, maar de wereld is wel veranderd, weet je wel. Het is natuurlijk niet meer zoals dat het 30 jaar. Het is veel veranderd. Dus nu heb je, de ASO is daar de bepalende factor. Sowieso is het een wielerploeg runnen natuurlijk een hele lastige. We zitten hier in een fantastisch complex. Maar ons businessmodel als wielerploeg, we hebben 45 professionele wielerorganisaties over de hele wereld. Als het heel makkelijk hadden geweest, hadden we wel 450 geweest. Ja. Het businessmodel is geen... We fietsen met het sponsorgeld waar we op 1 januari mee starten. En het eindigt op 31 december als het op is. Over fanatisme, Joop. Ik heb voor de radio talloze keren die zesdaagse verslagen. En mijn hoogtepunt was altijd, ik moest elke avond een interview met jou hebben live op de radio. Je hebt me nog wel eens onderweg gebeld. Ik heb je wel eens gebeld. Was ik je kwijt? Zijn we je gaan zoeken? En dan was je al weg. Had je verloren? Je was genaaid, om het maar gewoon plat te zeggen. Ja, ja. Wat gebeurde er die avond? De motor. Wat was er gebeurd? De motor was geflikt. Wat bedoel je met die motor wat geflikt? Ik ben het sportpaleis uitgegaan, want ik moest de dag daarna in Bremen rijden. Ja. En toen belde jij me op, je had een lopen zoeken op middenterrein. Maar je concurrentie heeft iets met die motor gedaan? Ja, die had wat geflikt. Ja. Dus, hij leeft niet meer. Ik wil altijd... Je hebt je laten afmaken, die man. Man, ik werd gek. Hij was niet de makkelijkste, hoor. Hij is meer geschorst. Nee, want ik heb ook nog wel eens, ik weet niet wie dat was, dat was ook legendarische radio. Zat je achter een Belgische collega aan, jij rennend over dat middenterrein met dat helmpje op en die kleine korte beentjes, achter die Belg aan. Die heb ik nog, hoor. Ja, nee, maar die zat in de kleedkamer, die durfde ook niet meer naar buiten, die man. Nee, die durfde niet meer naar buiten. Nee. En het ging er wel eens hard naartoe, hoor. Ja, ga ik nooit meer vergeten. Godsamme, lief hebben we naam. Ja. Maar ja, we waren ook gangmakers, maar we waren ook geen vrienden. Niet? Nee. Oké. Ik was de jongste, maar omdat de grote jongens met mij wilden rijden, Moze, Bettini, Museeuw, Zoetemelk, heb ik heel veel mee gereden. Kneteman natuurlijk, kon ik links en rechts mee rijden. En Poston achter me. En ik weet nog goed, ik won het Europees kampioenschap in Kopenhagen. En toen zei de directeur, je rijdt hier nooit meer. Want dat mocht niet. Ik kreeg gewoon voor mijn kans. Toen belde Jan Derksen me na meer dan een half jaar op. Hij zegt, je moet volgend jaar Kopenhagen rijden. Ik zeg, ik en niet. Ik zeg, 1000 gulden erbij. Jan zegt, ja, maar die mensen die hebben niet veel geld. Ik zeg, dat kom ik ook niet. Toen heeft mijn moeder gebeld. Hij gaat echt. Want hij gaat even. Ja. Ik wim je niet, hoor.
Michael heeft het, ik ben bezig met een droom, met mijn eigen wielerploeg ooit in de Tour rijden. Heb jij als ondernemer of als mens, of allebei, bepaalde doelen? Heb jij een droom? Iets wat in jouw vak het mooiste is? Ja, kijk, we zijn nu, ik had het net over arrangement en evenementen. En, ja, wij zijn heel harddoende om in het buitenland te starten. En wat we hier doen, willen we ook in andere landen gaan beginnen. Mm-hmm. We hopen voor de kerst in Amerika live te gaan. En dat is iets waar we heel hard aan de achterkant voor hebben gewerkt. Mm-hmm. En dat staat op het punt om onze internationale carrière te beginnen. Mm-hmm. Dat is wel een droom om dat in meerdere landen uit te rollen wat we hier nu doen. Ja, om ook mensen uit andere landen, Azië, Amerika, in een grote sportwedstrijd te krijgen. Ja, en dat is vooral in eerste instantie op voetbal. Omdat de Premier League en de Barcelona Real Madrid super populair is. De technologie staat er toe dat mensen dus ook naar Formule 1, rugby, tennis. Mm. Dat is iets wat de technologie en de globalisering mee heeft gebracht. Dat wij eigenlijk wat wij hier doen, kunnen we ook in Engeland, kunnen we in Duitsland, kunnen we in België. Maar we gaan beginnen, gek genoeg, in Amerika. Dat moet voor de kerst gaan starten. En dat is, ja, als dat slaagt, is dat wel een droom die uitkomt. Eindigen we met het Feyenoord-icoon. Veel goede trainers meegemaakt. Ik ga toch die vraag stellen. Was er ook één allerslechtste in uw carrière? Allerslechtste? Heeft hem al in uw hoofd, zie ik aan uw gezicht. Er waren wel meer slechte, maar daar kan je ook van leren. Ja, die waren niet zo goed. Sjansik, heb je wel eens van gehoord? Nee, dat zegt me niet zo. Ja, dat zegt me wel wat trouwens. Ja, Po was dat. Ja, kon er niks van? Oh nee, dat was niet de beste trainer die we hebben gehad in ieder geval. Nee. Maar het lijkt me ook moeilijk als trainer als je karakters zoals u en Van Hanegem en Israël in een team hebt. Dat is ook lastig, of niet? Nou, het valt wel mee, denk ik. Ja. Happel had er geen probleem mee. Nee, die had er geen probleem mee. Nee. Ik denk dat het de kwaliteit van de trainer ook is, die dan zeg maar goed met zijn spelers om kan gaan. Je kunt ook zeggen, het is makkelijk als je zulke briljante spelers tot je beschikking hebt. Dat is ook zo, ja. Kijk, de spelers winnen de wedstrijden en de trainer kan ze daarbij helpen. Ja. Dat is mooi om ze daarbij te helpen als trainer. Vraag heb ik nog nooit aan u gesteld, ik ga het toch doen. Bent u voor of tegen een nieuw stadion? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Van nostalgie kan je niet leven, denk ik. Ik denk dat als je omhoog wil, ja, dan zal je meer geld moeten genereren voor de club. En we zien nu dat de tegenstanders dat wel kunnen. En dan gaat het heel hard met de tegenstand. De mooie van nostalgie kun je niet vreten of eten, zegt u geloof ik. Dank jullie wel. Ik heb ervan genoten, maar het is veel belangrijker dat u het ook heeft gedaan. Ik ga hem bedanken. Joop en Michael Zijlert, Wim en Wim Jansen, dames en heren. APPLAUS